Sinterklaas en Zwarte Piet. Hè? Want dat is echt, iedereen had het erover. Mensen kwamen ook naar mij toe van, hey Sander, waar sta jij in die discussie? Ben jij voor Zwarte Piet of ben jij tegen Zwarte Piet? En toen zei ik, nou, ik zit bij de derde groep, wij zitten in het café en het kan ons eigenlijk geen flikker schelen. Is dat ook een optie in dit, hè? Want ik kan, kijk, voor of tegen, ik kan voor allebei de kampen wel wat zeggen. Kijk, die mensen die heel erg tegen Zwarte Piet zijn, denk ik, oké, nou, gefeliciteerd, jullie hebben je zin. Hè? Want Sinterklaas is natuurlijk ex-zit over een paar jaar. En dan denk ik, ja, volgens mij was het nooit racistisch, maar nu is het dan, nou, nu hangt er een soort racistisch geurtje omheen. En dan denk ik, nou ja, wees er blij mee, maar als je op zoek gaat naar racisme met een vergrootglas, ja, dan vind je het altijd wel. Het is natuurlijk een glijdende schaal, want dan krijgen we hier natuurlijk de kerstman. Is de kerstman aan de beurt? Ja, waarom is de kerstman eigenlijk blank? En dan, nou, is de kerstman weg. En dan garandeer ik je, dan begint er iemand over God. Ja, God wordt altijd afgebeeld in een oude blanke man met een witte baard. Waarom eigenlijk? Waarom is God niet zwart? En mijn vrouw zei laatst, waarom is God eigenlijk geen vrouw? Hé, waarom is God eigenlijk geen lesbische, geestelijk gehandicapte, een zwarte vrouw in een rolstoel? Waarom eigenlijk niet? Waarom eigenlijk niet? En ik, ja, van mij mag het. Ik vind het helemaal niet erg. Kijk, het zou ook heel veel verklaren. Het zou verklaren waarom het zo'n zootje is op aarde. Hè? Het zit er alleen maar een gekkie boven. Aardbeving, tsunami. Oh, mijn borsten. Wat is het, lesbisch, hè? Altijd vergeet dat niet, hè? Vergeet dat niet. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Maar als je je dan boos maakt, hè, maak je dan boos als jezelf. Doe mij een lol en maak je boos als jezelf. Want ik hoorde op de radio iemand zeggen van, ja, wat ik zo erg vind, ze pikken het Sinterklaasfeest van de kinderen af. Dat is zo naar, het is zo naar voor de kinderen. Dat vind ik zo naar. En toen dacht ik, nee, wacht even, dit klopt niet. Ik ben ook kind geweest. Het interesseert kinderen helemaal niks. Kinderen hebben een heel kort geheugen. Het gaat kinderen om één ding, dat ze cadeautjes krijgen. Van wie ze cadeautjes krijgen, dat boeit voor geen meter. Je kunt die hele stoomboot laten zinken, joh, met Sinterklaas en Zwarte Piet erop. En dan zegt moeder tegen de kinderen van, ja, nee, het was zwaar weer en Sinterklaas sloeg overboord. En de Pieten wilden hem redden, ze zijn verdronken, ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Maar ik heb goed nieuws, want hier is een vervanger. Kom maar binnen. Jopie, de spons. En er komt een gast met een spons op zijn hoofd, komt binnen. Ik ben Jopie de spons, ik kom helemaal uit Blaricum, op mijn driewieler. Hier zijn mijn sponsknechten, we zijn voor niemand beledigen. Nou, en voor jullie allemaal een Power Ranger, hè? En daar is Jopie de spons is per direct de nieuwe helft van de kinderen. Want zo werkt het kinderbrein. Dan zijn ze Sinterklaas ook gelijk vergeten. Mis je Sinterklaas niet? Sinter wie? Ach nee, dat is zo 2013. What has he done for me lately? Weet je, dat... Ja. Ja, de kids zijn soms heel charming. Maar, nou ja, ik had er ook discussies over met mensen. En ik vind dat, er komen van die argumenten. Iemand zei van, ja, wat ik nou zo jammer vind, Sinterklaas moet blijven, want het is traditie. Ik ken hem nog uit mijn jeugd. We deden het vroeger altijd, het is traditie. En toen dacht ik, ja. Weet je wat ook traditie was? Heksen verbranden. Dat deden we ook vroeger. Op een gegeven moment zijn we ermee opgehouden. Dacht ik, ja, nou, we gewoon geen lekkere wijven meer over, joh. Dit gaat niet. Dus hebben we ermee gestopt en dat is ook goed. Dat is ook goed. Het enige nadeel is, we komen nu officieel nooit meer af van Yvonne Jaspers. Nou, en neem ik op de koop toe. En ik kan ook zeggen hoe het afloopt. Ik ken Nederland goed genoeg. Eigenlijk met een compromis. Hè, er is een compromis en daar is dan niemand echt blij mee. Dan is Sinterklaas straks half blank en half zwart. En dan krijgen we gespikkelde pieten. Oh, leuk. En gele pieten. En dan denk je, joh, hou op. Doe het goed of doe het niet. Wat mij betreft, die hele Sinterklaas weg. Zwarte Piet ook. Nooit meer over praten. Maar dan wil ik als compromis dat de armsleven van de kerstman volgend jaar niet wordt voortgetrokken door rendieren, maar door Zwarte Pieten. Hè? Dat zal ze dan leren. Hè? Maar goed.